Elgiro, eindelijk weer terug op het oude nest. En vanavond in Velzen-Zuid, zonder publiek, krijg je een kwartier speeltijd. Ja, ik moet gewoon rustig achteraan aansluiten. Nee, 15 minuten ben ik tevreden mee. De jongens hebben het goed gedaan. Een zakelijke overwinning. En ja, leeg stadion, ja, komt door corona. En Telstar uit, ja, hoort erbij. Heb je echt naar dit moment uitgekeken? Want je bent al 2 maanden zeg maar, in training met de groep. Dan wil je ook een keer zeg maar, voor het Echi gaan aan de bak. Kijk je daarna uit? Ja, zeker. Het is niet leuk om alleen maar te trainen. En dan die jongens elke week, je ziet ze echt naar de training toe leven. Naar de wedstrijden toe leven. En dan einde van de week ben je zaterdag of zondag ben je vrij. En dan moet je maandag weer opnieuw beginnen. Die jongens hebben een wedstrijdje gespeeld. Je traint niet met de volledige groep, met de wisselspelers dan. Of, ja, niet dat het uitmaakt of zo, maar het is niet leuk. Je wilt gewoon wedstrijden spelen. En toen ik dan deze week te horen kreeg dat ik speelgerechtig ben. En dat ik mijn contract snel kon tekenen, daar was ik super blij mee. Waar kijk je het meest naar uit voor de rest van het seizoen, zeg maar? ADO wil natuurlijk zo snel mogelijk terug naar de Eredivisie. Is dat ook jouw doel wat je voor jezelf gesteld hebt? Samen met bijvoorbeeld een Kiesna en Verheid, de geroutineerde jongens en een Janmaat? Ja, tuurlijk. Ja, die jongens hebben me van tevoren hebben ze mijn bericht gestuurd van El, kom. En ja, het kon niet. ADO had heel veel problemen. Ik zei van, maakt niet uit van hoe of wat. Mij gaat het niet om het geld, ik wil gewoon lekker voetballen. En dat hebben ze gedaan. En ze hebben een mooi contractje, een kleine contract klaargestoomd voor me. En ik heb het getekend en ik wil nu gaan spelen. En ik wil gewoon zo snel mogelijk belangrijk zijn voor ADO. En, ja, gewoon mijn voeten laten spreken en gewoon van wedstrijd naar wedstrijd leven en gewoon een stabiel team worden. Dat in ieder geval kan vechten om terug te kunnen komen in de Eredivisie. Je bent ook dicht bij het stadion, wat dat betreft natuurlijk ook qua familie is het ook lekker om weer zeg maar, terug naar de basis te gaan en dicht bij het stadion te wonen. Bij wijze van spreken zou je op de fiets kunnen. Ja, zeker. Ja, ik zou gewoon lekker met de fiets kunnen komen, maar... Het is iets te koud nu, dus ik kom wel met de auto. Weet je wat, wanneer je de laatste keer gespeeld hebt voor ADO, wanneer dat was? Ja. Voor wie viel je in? Wie viel in de rust in voor iemand? Ik viel in NEC uit. Ik zeg Levi. Levi Zwiebe. Dat was in de Eredivisie, de laatste wedstrijd en ik had nog een penalty gemist. En je laatste goal, wanneer was dat? De laatste goal denk ik dat het was tegen NAC Breda uit. Je kent je klassiekers. Ja, NAC Breda. Was volgens mij NAC Breda uit. Ja, daarna heb ik helemaal geen wedstrijd meer gespeeld. Tot aan de laatste wedstrijd. Als je nu terugkijkt op je periode in Nederland. ADO, Twente, Feyenoord. Dat zijn allemaal clubs met een grote aanhang. Wat dat betreft zoek je ze wel uit. Ja, ze hebben clubs met een grote, fanatieke aanhang. Mooie clubs. Ja, het lijkt allemaal een beetje op elkaar. Qua fanatieke fans. Zijn fans met passie, fans met ambitie. Ik ben weer lekker terug thuis. Dus, Tot slot, je hebt een contract tot eind van het seizoen, voor zover ik weet. Kijk je al verder of zeg je van nee, laat me dan maar eerst maar de rest van het seizoen lekker meeballen bij ADO en daarna zien we wel weer meer. Ja, dat zeker. Ik wil gewoon lekker fit zijn en zo lang mogelijk fit blijven. Geen pijntjes oplopen. Je weet het maar nooit, maar ik wil gewoon lekker genieten zolang ik op het veld sta. Ik weet als ik geniet, dan gaan veel mensen plezier hebben. Bedankt en succes in je Haagse periode. Zeker, dankjewel. Ruud, een 2-0 overwinning, ook een dik verdiende overwinning. Hoe heb jij deze wedstrijd beleefd? Ja, hetzelfde eigenlijk. Ik denk dat... In het begin, als je het even tactisch bekijkt, dat we weer heel aanvallend starten. Alleen een stukje opbouw en het inspelen naar Thomas, de aanvoer, dat ging vrij moeizaam. Ja, je weet dat zij gaat omschakelen en counteren, maar toen we, ik denk een goede goal. Nou, toen we op 2-0 stonden, hebben we er ook iets gewijzigd in de manier van spelen. We hadden wel de controle en dan kon je de tweede helft ook zien. Ik denk dat we eigenlijk niks hebben weggegeven. Het enige gevaarlijke moment van hun was bij een 0-0, die kopbal op de lat. Ja. Cornerbal, nou dat zie je. Ook daar hebben we het veelvuldig over. Van ja, je moet gewoon een man dekken. Ja, als iemand dan zijn man laat lopen, krijg je dit soort situaties. En wij wisten juist van Telstar dat ze met spelervattingen, zeker corners aanvallend, heel gevaarlijk zijn. En zag je tweede helft ook al een beetje die dreiging.
Ja, dan moeten we gewoon veel scherper zijn. Dat is het minpuntje wat ik wel heb kunnen ontdekken. Eerst kwartier hebben jullie veel kansen gehad. Met name Sammy heeft er 2 gehad eigenlijk. Dan verzuim je om dan al het verschil te maken. Daarna kom je op die 0-2. En daarna, ja, tot het incident met het vuurwerk, is het een beetje vlak daarna. Nou ja, niet van onze kant. Want ik vond dat de tweede helft heb je ook kansen gezien. Ik had het over de eerste helft. Ja, maar de eerste helft ook. Dan moet je controleren. Dan hoef je niet in hun tempo mee. Je ziet dat we zelfs staan we 2-0 voor. Het lijkt wel of we 2-0 achter staan. Maar dan gaan we natuurlijk maar druk zetten. Bijna in hun 16. Ja, ze hebben toch wel spelers, Telstra, die soms er tussendoor spelen. Ja, dat vind ik onnodig. Dus dan moeten wij ook wel eens kunnen zeggen, nou, we zakken wat in. En we gaan van daaruit aanvallen. Maar we controleren, ja, uiteindelijk hebben we de wedstrijd gecontroleerd. En gezien de omstandigheden en alles hebben we gewoon een prima overwinning behaald. In hoeverre heeft dat vuurwerkgeval de wedstrijd beïnvloed, denk jij? Nou, aan de ene kant was het voor mij wel een moment om de groep bijeen te roepen en het iets anders weg te zetten en aan te geven waar toch de ruimte lag. Nou, dat hebben ze denk ik heel goed opgepakt en uiteindelijk stonden we vrij goed. Moet je het alleen uitbouwen, iets rustiger aan de bal zijn, maar ik had niet het gevoel dat Telstar ons pijn ging doen, eerlijk gezegd. Want daarna vallen die goals. Ja, daarom. Omdat we iets anders zijn gaan staan. We zagen waar de ruimte lag. En dan moet je tactische omzetting doen. Dat hebben ze prima ingevuld. Ja, die goals vallen. Nou, ik was gelukkig blij dat iemand heel alert was bij de strafschop. Want anders krijg je dat weer. Dus het is een mooie avond. Ondanks de entourage. Heel belangrijk voor ons weer dat we door kunnen. En hopelijk dit door kunnen trekken. Tweede helft heb je ook wat dat betreft heel weinig meer weggegeven. 1 keer een redding van Koopmans. Maar eigenlijk heb je die bal of de wedstrijd heel rustig uit kunnen spelen. Ja, de jongens waren behoorlijk geconcentreerd. Waren dicht bij de derde goal. Dat is heel, heel jammer. Want dan kan je nog makkelijker spelen. Dan geeft Telstar op. Die geloven misschien in die aansluiting. Maar de tweede helft hebben we wel controle gehouden. En ons spel kunnen spelen. En ook de jongens die erin kwamen. Die hebben gewoon datgene gedaan wat je kan verwachten van ze. Dus ja, daar ben je wel heel blij mee. Dan breng je El Giro erin. Wat voor opdracht krijgt hij mee van je? Nou, sowieso de positie waar hij moest gaan spelen. Om daar van daaruit gevaarlijk te zijn. Aanspeelbaar te zijn. Van buiten naar binnen. Hij heeft zijn eigen kwaliteiten. Nou, hij is een slimme speler. Maar dan moet hij hem ook zoeken. Maar ook wel natuurlijk in een verdedigende rol. Moet hij mee voor het team. Nou, dan zie je ook wel dat het ritme nog even zoeken is. Maar ik ben blij. Want je ziet jongens die heel veel energie geven van ons. Op een gegeven moment ebt dat weg en dan krijgt Telstra wat meer de overhand. Maar als je dan deze wissels kan plaatsen, dan zie je dan word je weer wat sterker. Dus dan, ja, dat is prima. Dat is heel goed. 3 overwinningen op een rij. Je houdt de druk op Volendam met name en Excelsior. Wat dat betreft zit je in deze fase van de competitie, sta je er weer heel goed bij. Ja. Ondanks die 6 punten. Ja. Je vergeet het bijna te zeggen, die 6 punten die doen nog steeds en die blijven pijn doen. Maar we zeggen ook, wat je zegt, we draaien het om. Laten we proberen elke wedstrijd vol te gaan en trachten te winnen. En ja, goed, soms zit het een beetje mee, maar vaak zit het mee, omdat we dat ook wel afdwingen. Nou, laten we proberen de volgende keer ook maar weer te winnen thuis.